Pepijn ging vandaag naar het strand van Den Helder. Daar is namelijk een dode lederschildpad aangespot. Dat is de grootste schildpaddensoort ter wereld. Ja, dit is dus een lederschildpad. De bovenkant, zijn schild, is niet zoals bij andere schildpadden hard, maar zacht. Een soort leerachtig leder dus. Hij heeft duidelijk al een tijdje in het water gelegen, want hij ruikt niet zo lekker. Er zijn veel zeediendeskundigen naar het strand toegekomen om de schildpad te bekijken. Want een aangespoelde lederschildpad zie je hier niet iedere dag. Misschien in deze eeuw zijn er een paar gesignaleerd. Dat zijn er echt niet veel, op de vingers van één hand te tellen. De schildpad is pas vanmorgen gevonden, maar is waarschijnlijk al een paar weken dood. Hoe hij is overleden is niet duidelijk. De vader van Jonne is een van de deskundigen die hier vandaag zijn. Ze heeft wel een idee hoe de schildpad hier terecht is gekomen. Als ze doodgaan, dan kunnen ze hier naartoe drijven of ze verdwalen en dan komen ze hier. Ja, wat vind je ervan? Want hij is wel dood, hè? Ja, dat vind ik wel zielig, maar dat gaat nou helemaal zo. De lederschildpad is de grootste schildpad ter wereld. De grootste was wel 2,74 meter lang. Hij komt bijna overal ter wereld voor. Hij leeft in de tropische zeeën, maar trekt ook graag naar het koude zeewater rond de Polen. Daar leven namelijk veel kwallen en dat is zijn favoriete eten. Heel soms komen ze ook in onze Noordzee terecht als er veel kwallen zijn om te eten, zoals nu. De onderzoekers willen graag weten hoe de schildpad is gestorven en hoe hij hier terecht komt. Hij mist in ieder geval een stuk van zijn achterlijf. Hoe dat komt, gaan ze onderzoeken. En dan kunnen we zeggen of dat hij dood is gegaan, op de een of andere manier is gaan drijven en door een scheepsschroef geraakt, zodat hij een deel van zijn lichaam is kwijtgeraakt, of dat hij door die scheepsschroef ook echt om het leven is gekomen. Daarna repareren ze zijn lichaam zo dat het bewaard blijft en mensen naar hem kunnen komen kijken. De botten gaan ze aan elkaar vastmaken en een geraamte, en dat stuk wat ontbreekt, dat gaat een meneer. Gaat kijken of je dat na kan bouwen. Dat gebeurt allemaal bij een speciaal onderzoeksbureau op het eiland Texel. En dus gaat de schildpad nog één keer de zee op, maar dan met de boot.